Ja, meneer Schouw, u breekt een lans voor Henk Krol. U vindt dat hij moet blijven? Absoluut. Ja. Henk is onmisbaar voor 50+. Ja. Maar ja, kan iemand die sjoemelt met pensioenen nou nog geloofwaardig opkomen voor de pensioenen van ouderen? U neemt daar een aantal woorden in de mond waar ik het in ieder geval helemaal niet mee eens ben. U vindt dat hij het goed gedaan heeft bij de Gaykrant? Ik denk dat hij als ondernemer zijn best gedaan heeft om de Gaykrant zo goed mogelijk door hele moeilijke tijden heen te loodsen. En nou hebben de mensen een pensioen gehad? De mensen die zijn geconfronteerd op een gegeven moment met een situatie die Henk ook niet gewild heeft. Hij heeft daar een oplossing voor gezocht. Dat niet helemaal is zoals dat normaal gesproken gewenst was vanaf het begin. Dat zal duidelijk zijn, maar hij heeft wel een oplossing gevonden waar iedereen zich in kon vinden. En dus kan hij nog best functioneren als lijsttrekker en voorman van 50+. Naar mijn mening heeft hij zijn uiterste best gedaan om datgene te doen wat voor onderneming belangrijk is. En dat is ook voor die werknemers van heel groot belang, want ze hebben daardoor hun baan toen kunnen behouden. Jaren later is het wel misgegaan. Maar wat mij betreft, politiek heeft hij nooit dingen misgedaan, juist niet. Hij staat als een reus staat hij in de politiek. Als kleine partij weet hij toch maar de ouderen op de kaart te zetten. En ja, het is fantastisch wat hij gedaan heeft. Dus hij verdient steun op dit moment, in een voor hem persoonlijk heel moeilijk moment, ja. Verdient hij steun van eigenlijk alle ouderen in Nederland. Ja. Afgelopen weekend heeft hij u mee in de partij gehouden. U dacht, ik moet iets terug doen. Dat heeft daar niks mee te maken. Ik heb altijd 100% achter Henk gestaan. Henk is een heel rechtvaardig mens. Hij wil graag dat de zaken gebeuren waar hij voor staat. En er zijn andere elementen geweest in de partij waar hij het niet mee eens was. En dat heeft allemaal tot conflicten geleid en dergelijke. Ik ga er even nu niet op in. Maar per saldo is hij wel degene geweest die absoluut ook ervoor gezorgd heeft dat de adviesraad het royement wat over mij was uitgesproken heeft teruggedraaid naar schorsing. En ik hoop dat aanstaande donderdag ik volledig eerherstel ga krijgen. Ja. Dit verhaal wat nu is gekomen, denkt u dat het toeval is dat het nu naar buiten is gekomen? Het is absoluut geen toeval. Dit zijn zaken die al jaren geleden gespeeld hebben. Die moeten dus bij de personen die dit naar buiten hebben gebracht ook al heel lang bekend zijn geweest. Ja. Dat hebben ze niet naar buiten gebracht tijdens de campagne. Ook niet naar buiten gebracht toen hij net aangesteld was als Tweede Kamerlid. Maar net nu er drie hoofdbestuursleden eigenlijk door Jan Nagel en Henk Krol aan de kant zijn gezet, komt dit naar buiten. Ik denk dat zij erachter zitten. U kunt zelf die conclusie trekken hoe het ongeveer gelopen is. Dit is politiek. En politiek is soms niet helemaal netjes. U denkt dat dus, hè? Ik ben daar redelijk van overtuigd. Dank u wel. Oké.